eindelijk een hoger cijfer, eindelijk een 8. Voor fatsoen en ijver, wie had dat ooit gedacht? En nou hebben we de poppen aan het dansen. Nou komt het gezin. Nou hebben we de poppen aan het dansen. Wat houdt dat allemaal in? Dat lieve vrouwtje, ze jaagt je op naar een hogere functie, naar de top. Naar een duurder huis en een nieuwe Peugeot en een tweede huis in Otterlo. En roken, roken, roken en te veel koolhydraten. En al je kinderen zo opvoeden dat ze je gaan haten. En werken met de ellebogen, meer en meer ambitie. Geld verdienen voor duurdere benzine. De competitie. Wat een heerlijk leven, leven onder druk. Altijd voortgedreven, o wat een groot geluk. Zo gaat dat als je gezetteld bent, in de auto zitten op je krent. Vette happen uit de supermarkt, op! Naar het hartinfarct. Eindelijk mag je meedoen. Je bent een gewichtig persoon. Je zit als ieder ander keurig in het patroon. Dan hebben we de poppen aan het dansen. Dan ben je aangepast. Dan hebben we de poppen aan het dansen. Wat zit daar allemaal aan vast? Een videocassette en een kleuren tv. En nog meer status, een roze wc. En een tweede vakantie naar de wintersport. En een tweede maagsfeer als je 40 wordt. En roken, roken, roken en piekeren over centen. En praten, praten, praten met belastingconsulenten. Op zondag in de file, recreatie in het vuil. Kijken naar de cup op de buis. En tenslotte de partnerruil. Zo gaat dat. Als je gezetteld bent, een cijfer in het establishment, een nummer op de slavenmarkt, op naar het hartinfarct. Ah, wat een heerlijk leven. Oh, wat een heerlijk lot. En succes. Vol leven, je gaat eraan kapot. En dan hebben we de poppen aan het dansen. Dan heb je wat je wil. Dan dansen de poppen niet verder. Dan staan de poppen stil.